Maak kennis met de Phenovision. Elke dag geeft deze robot 400 maïsplantjes water, weegt die ze en maakt er beeldopnames van. Dat levert deze plantenonderzoekers een schat aan informatie op. Deze robot bezorgt ons gigantisch veel informatie over planteneigenschappen, zoals de groei van de plant, de individuele bladlengte, maar ook over het functioneren van de plant. Hoe goed dat die zijn fotosynthese doet of hoeveel water dat die verliest via de bladeren. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie heeft deze robot ontwikkeld met een automatiseringsbedrijf uit Eeklo. En ze zijn er trots op. Volgens de bekende plantkundige Dirk Inzee is dit state of the art. Dit is een unieke robot waarvan er geen enkele andere in de wereld is gebouwd. En omdat hij dus toelaat om op een zeer flexibele manier heel wat parameters te gaan veranderen. En we kunnen dus ook continu aanpassen hoe dat we die planten gaan laten groeien met meer of minder water, met meer of minder fosfaten, nitraten. En dat maakt het toch wel werkelijk uniek. Zeker in het licht van de klimaatopwarming kan deze robot belangrijke informatie opleveren. Het klimaatpanel van de VN voorspelt dat tegen 2050 landbouwproductie door opwarming van de aarde tot 50% kan gaan verminderen. En wij met ons onderzoek denken genen te identificeren waarmee we dus planten beter kunnen wapenen tegen droogte en daardoor de voedselproductie mee helpen garanderen. 80% van de robot is bekostigd door de Vlaamse overheid. De rest komt van het VEB en een aantal universiteiten. Niet alleen zij, ook privébedrijven zullen hem kunnen gebruiken. En hij wordt gecommercialiseerd.